Every day I'm shuffling. Yo guys, en welkom bij een nieuwe commentary van MG Masterful. Ik ben Jill en ik breng je vandaag een live random class generator gameplay. Ik ga daar een live commentary over doen. De class die ik ga gebruiken is de Mac 11 met Rapid Fire, de ASP Dual Wield, een Frag Grenade, Concussion Grenade, Jammer. Mijn drie perks zijn Hardline, Hardened, Second Chance. En als killstreak heb ik Napalm Strike, Chopper Gunner en Gunship. Ik ga deze class even in elkaar steken en ik zie jullie zo meteen in de gameplay. Yo guys, en welkom bij deze live random class generator commentary. Ik ben al een lobby gejoined om de reden dat ik dan niet moet herbeginnen als ik een match join die al halverwege is. Dan moet ik weer allemaal mijn recordings herbeginnen. Het wordt op Summit en het is deze klasse zoals je in het vorige stukje van de commentary al zou gezien hebben. Ik heb het met screenshots gedaan, omdat ik niet echt meer de tijd had om andere screen capture softwares gaan uitproberen. Sorry daarvoor, maar je kan 100% op mij vertrouwen. Ik ben 100% legit. Dit was de eerste klas waar ik ook op kwam. En ik heb een beetje geluk. Dit is de tweede lobby die ik join, want de eerste was die was bijna gedaan, dus dat ben ik direct geliefd. En Summit is denk ik wel een van de betere maps die je kan krijgen voor dit. Ja, voor deze gun. Voor de Mac 11 met Rapid Fire. Hier zie je het. Hup, we zijn weg. Even stingen nemen voor de teamsport. Werkt deze nade spot nog? Oh! Werkt deze nade spot nog? En ik word zelf genade. Black Ops ben ik niet meer gewoon, jongens. Hup, daar gaan we eerste kill. Kom maar, jongen, kom. Maak het kapot. Hup, headshot. Ga ik hier binnen, zijn ze... Ja, ik wist het gewoon dat ze ze aan het pakken waren. Oh! Oeh. Ik heb mijn napalm strike gewoon met deze gun. Over A. Zo over A. Ja, ik denk dat het beste zal zijn. En ik ga hier even wachten. Daar zie ik eentje lopen. Ik ga achteraan. Ja, host migration. Ja, ze zagen natuurlijk dat ik te hard aan het ownen was. Ja, ik hoop nu niet dat ik er wordt uitgegooid. Want dat was... Ik was eigenlijk fucking goed bezig. Ik hoop van niet. Als dat gebeurt, dan ben ik echt screwed. Kom aan, kut host migration. Ga verder. En oh ja, dit is gerecord met een HD-PVR. Ja, hij is binnen, hij werkt. Hij brandt. Oh, hij staat niet in brand, maar het blauwe lichtje van recordings brandt. Dat is toch goed. Jopla, double kill. Hup, kan ik deze gun op? Oh nee, dat was echt aan een enemy, man. Nee! Oh, ja, ik heb chopper gunner. Oeh, ik heb chopper, maar ik lig wel in second chance. Even, nee, jammer. Ah, ja. Ja, oké, okay, jongens, ik heb chopper met deze setup. Dacht ik toch niet dat ik dat echt ging halen. Moet eerlijk zijn, ik zal straks mijn combat record laten zien. Hoeveel kills ik al heb met de Mac 11. Maar ik denk toch niet dat het er al heel veel zijn. En ja, mijn connectie is niet echt de beste, dus zoveel kills ga ik niet halen met chopper. Dan krijg je echt veel hitmarkers met chopper en dan... Als je dan op die diamantjes schiet, gaat het er gewoon niet op. Kijk, ah, ja. Daar had ik hitmarkers. Ja, iemand met Ghost Pro schiet me eruit, kan ik die nog hebben. Oh, al het harde werk voor één kill, godverdomme. En ik was net, ja, ik was eigenlijk uit ammo met mijn Mac. Dus eigenlijk om optimaal deze class te kunnen gebruiken, zou ik de eerste perk naar Scavenger veranderen. Maar dat heeft, spijtig genoeg, de random class generator heeft dat niet gegeven voor mij. Daar heeft dat ding neerzetten. Een jammer. Ik heb het vroeger veel gebruikt in Black Ops. Oh. Oh, come on. Enemy Huey.
Oeh, nee. De Kiwi. Oh, zijn dat dogs? Oh, ze hebben dogs. Oh, ik moet hierop geraken. Hebben zij echt dogs? Sowieso het kuip. Ah, nee, die 1 gaat 14 om 1. Ja, oké. Sowieso dat er toch uit Carepackage iets komt. Kan toch niet? Oh nee, ah, ik mocht niet falen, ik heb gefaald. Ik moet hierop geraken. Oh, fuck. Oh, echt faal. Kom aan, run, bitch, run. Ja, ik ben erop, Ah, hier kan die manier raken in dat hoekje, hoop ik. Even dat als secondary opnemen. Dat zal ik nog kunnen gebruiken. En dan hier, hup. Kom jongen, Kom. Ik weet dat hij wil komen. Ik weet dat er iemand wil komen. Ik weet het wel. Is die chopper weg? Zijn de dogs weg? Daar was iemand. Nee, toch niet. Oh, ik spring vlak op een enemy. En ik krijg een assist voor alle harde werk, godverdomme. Echt knut. Is die gedood? Oh, nee. Oh, waarom was die niet gedood door die claymore? Oh shit man. Ik had een goede start. Maar nu ben ik toch slechter en slechter bezig. Get dropshot het fool. Oh, kom aan. Ik lieg echt snel in second chance, man. Echt niet normaal. Zal ook komen, ja, mijn reactietijd is al minder. Omdat ik Slide of Hand Pro niet heb. Dat ten eerste, maar mijn submachine gun zal dat toch al moeten compenseren. En daar heb ik een. Zie je? Ja, oké. Het is ook zo. Doe niet echt veel damage. En rapid fire doet er echt. Normaal is rapid fire in je voordeel, maar ik denk juist bij deze gun dat het iets in je nadeel werkt. En dat was dan een. Ja, wat. Moest hier Hardline Pro zijn, zoals in, MW3, zou ik echt wel veel assist count en skills gehad hebben. Want, jezus, ik heb echt al veel assist gehad. Kan ik dat hier niet op zien? Nee, op zo'n, nee, ik kan het niet zien. Spijtig. Ik denk wel dat je daar straks naar de game, dat ik dat dan ook kan bekijken. Ik zag gisteren heb ik HDP ver binnengekregen. En daar zit zo'n lelijke ghost guy hierop. Eet mijn granaat. Eet. Ah. En dan ga ik hier aan de deur. Kom aan, achter. Ah, kan dan niet iets sneller? Kut teammate. Kom, blokkeer. Kom. Ja. Moest ik nu al second chance pro gehad hebben, maar ja, dat heb ik gewoon niet, omdat ik second chance gewoon nooit niet gebruik. Ja, dan had ik al... Dan hadden ze me hopelijk gerevived, alhoewel dat denk ik niemand. Ik heb nog nooit bijna iemand gerevived. Oh, daar staat een vuilzak. Ik heb daar nog nooit een vuilzak zien staan, maar... Raar. En hier... Oh! Oeh! Oh! Ja, oké. Ik vind second chance echt wel een kut perk. Ik heb Hardened Pro ook, het was mijn Hardened, en ja, Hardened... Dat is eigenlijk gewoon een, ja... Toch bij deze soort gun is dat eigenlijk gewoon een verspilling van uw tweede perk. Dat maakt eigenlijk gewoon niks uit op zoiets. Toch op zo'n submachine gun maakt dat echt gewoon gereed uit. Oh ja, die heeft ons. En ik mis Flag Jacket, ik was echt Flag Jacket zo gewend. En ik krijg een bericht op mijn gsm, want dat is ook vooral voor later. Oh, payback. Ah, kickoff. Oh, Cowards Way Out. Ik heb dat nooit niet verstaan. Wat als ze zeggen Cowards Way Out of zoiets. Ik versta echt geen reet van waarom dat erop komt. Ik kreeg gisteren HDPVR toe. Was ik gelijk met Mitchell op Skype van... Ja, ik heb hem toegekregen, die kut. Ik heb hem. Ze helemaal, ja, niet hysterisch gaan doen of zo. Maar ik was toch blij. Dat is logisch. Vanaf nu gaat ons kanaal echt beginnen. 2 HDPVR's. 2 pro-commentators. Ook al zeg ik dat van mezelf en mag ik dat niet echt zeggen van mezelf. Toch zeg ik het.
uit. Oh, nu moet ik hier wel zien weg te geraken. Oeh, napalm strike. En welke gun heeft die? Lieve Spectre. Oh, de Spectre is ook nog wel een nice gun. Oh, ik denk dat ik nog eentje van mijn chopper zat. Nog eentje van mijn tweede chopper zat ik, denk ik. Spijtig. Ik vind, ondanks dat ik... ja, weer al geen kill met mijn napalm. Ondanks dat ik deze gun voor de eerste keer gebruik, ik zal hem wel nogal gebruikt hebben, maar echt de eerste keer sinds, laten we zeggen, toch sinds een half jaartje of zo. Ja, vind ik dat toch wel al, dat ik het nog nice doe. En shit. Even gecheckt of alles goed aan het recorden was. Ja. Oh, die, oh, huh? What the fuck, headshot. Huh. What the fuck. Moet ik straks nog even terug gaan bekijken, want dat was eigenlijk totaal geen headshot. En kijk, dat vind ik ook zo verlept gemaakt bij Second Chance. Je kan echt, je ligt soms zo in de meest onmogelijke posities op zo'n klein heuveltje of zo. En Black Ops is gewoon nog niet zo echt heel goed gemaakt. En dan zit je zo met prone blocked. Ik denk dat iedereen het wel al eens heeft gehad. Maar het maakt gewoon niet uit. Dat is gewoon een extra straf voor degene die Second Chance gebruiken. En dat is in dit geval ik nu. En ik ga mijn secondary een beetje gaan gebruiken, terug assist. En dan ga ik... Nee, ik ga die niet opnemen. Ah, come on. Ja, oh. While in second chance, kill them enemy, bla bla bla. Kom jongen, kom, kom, kom. Ja, die gaan we. Pech. Dat was pech voor mij. 27 om 16, zou ik er nog een 30 score van kunnen maken? Als ik daar nog een mooie maatkill krijg misschien. En als ze mij daar niet bij creepen. Oh, oh, ik heb hem. Oh, 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 oh. Oeh, ik heb de mooie final kill cam. Ja. Kijk, ik kijk daar neer niemand. Dan spring ik er zo mooi af en in de lucht. Tak, 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 tak. Ik kom maar juist toe met mijn kogels. Ik ga jullie nog juist de kills laten zien. De aantal kills dat ik heb gedaan. Met de Mac. Ik heb er nu 28 gedaan met de Mac. Ja, neem 27 omdat ik er eentje had. Met mijn chopper. Normaal ben ik wel beter met chopper. Maar ja, het was gewoon een goede map ook. Combat record 1.39 KD. Weapons. Total kills. Dan gaan we de Mac zoeken. Mac, zie, hij staat al redelijk beneden. Kijk, ik heb meer. Mac, waar? Ah, hier, 84 kills. Min die 27. Oh, fuck, je hebt echt geen zin om te rekenen. Neem dat iets van een 50, 60 kills zal zijn dat ik daarvoor al mee had. Dus dat vind ik toch wel nice daarvoor. Thanks om te kijken. Kijk, voilà. Gedaan ermee. Dit zijn mijn classes. Sub op MG Mouseful als je een hyperstoere boy bent. Moet je dat maar even doen. Thanks om deze video te kijken. Doe een thumbs up. Het was toch al 28 om 16 was het, denk ik. Toch al redelijk goed voor... toch een van de eerste keren dat ik deze gun echt hardcore ging gebruiken. En ook wel met perks die er eigenlijk niks voor deden. Eigenlijk kut perks. Bedankt om te kijken. Thumbs up. En zeker en vast tot de volgende. Doei.